De Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, IDB, pleit voor sociale inclusie. Dit kwam naar voren tijdens de première van Weer in the Movie eerder deze maand in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Het evenement is georganiseerd door de counselor van Suriname in samenwerking met de IDB en wel in het kader van de Internationale Dag voor Personen met een Beperking. Dit vraagstuk vraagt de nodige aandacht als wordt gekeken naar de beperkte kansen en mogelijkheden die aan deze doelgroep in de regio wordt gegeven. Dit is de belangrijkste boodschap die werd gehaald uit de film Weer in the Movie van regisseur Ivan Tayapin. IDB-vertegenwoordiger voor Suriname, Jade John, schetste in dit kader het belang van inclusief onderwijs om de ontwikkeling en kansen van mensen met een beperking in de regio te bevorderen. Daarnaast introduceerde John de inclusieagenda van de bank, samengesteld door Susanna Zuria, econoom van de sociale sector van de IDB. Met deze internationale ondersteuning aan Weer in the Movie geeft de IDB actief invulling aan het motto Leave Nobody Behind van de United Nations 2030 Goals.